Welkom, vandaag gaan we het hebben over het Cleco bevestigingssysteem. Cleco bevestigingspinnen zijn ontworpen om twee platen precies bij elkaar te houden, terwijl deze bewerkt worden. Ze worden vaak gebruikt bij het tijdelijk monteren van carrosseriedelen. Bijvoorbeeld wielkasten, spatborden, deurpanelen en andere metalen panelen. Zo krijg je de kans om het paneel weer te demonteren, aan te passen en daarna weer te monteren. Dit kan je blijven doen tot je geheel tevreden bent. En daarna kan je definitief alles aan elkaar gaan zetten. Ze zijn veerbelast en kunnen makkelijk weer worden verwijderd met de Cleco-tang. Daarnaast heeft elke Cleco-bevestigingspin een kracht van 10 kg. En kan het klemmen tot een dikte van rond de 6 mm. Je hebt ook verschillende maten in de bevestigingspinnen. Dit kan je zien of ze koperkleurig of goudkleurig zijn. Je hebt ook de Cleco bevestigingsklem. Deze worden gebruikt als je geen gaatje wil boren in je materiaal. Zoals je dat met bevestigingspin wel moet doen. Je kan de bevestigingsklem niet altijd gebruiken zoals je bij de bevestigingspin wel kan doen. Cleco bevestigingsklem is een onmisbaar hulpmiddel voor het tijdelijk aan elkaar bevestigen van plaatmateriaal. Met Cleco bevestigingsklem kan je verschillende platen tijdelijk tegen elkaar houden om de gaten in te boren, te ponzen, af te tekenen of aan te passen. Ze zijn veerbelast en kunnen eenvoudig weer verwijderd worden met de Cleco-tang. Het Cleco-systeem wordt veel gebruikt in de vliegtuigindustrie. Carrosseriewerkplaatsen hebben deze gemak ook ontdekt en worden dus veel toegepast daar. Ik ga nu laten zien hoe het Cleco bevestigingssysteem werkt. We beginnen met de Cleco bevestigingspinnen. Ik heb hier twee plaatdelen, ik heb er een verzet in gemaakt. Die kun je tegen elkaar aan doen dan. En dan gaan we als eerste hier gaatjes in boren van 3 mm. En dan komen de pinnen erin te zitten. Dat ga ik nu laten zien. We hebben hier de twee delen. Ik leg ze op elkaar. Een 3 mm boortje heb je nodig en je gaat door beide delen heen de boor. Dat is één. We pakken nu de Cleco-tang, we zetten er eentje tussen. Dus je kan zien, je kan erin knijpen en dan komen de voetjes bij elkaar. Dus dan heb je meer ruimte en als je hem loslaat, dan gaan ze weer uit elkaar. Dus wat je nou eigenlijk doet. Je zet de plaatdelen op elkaar, je drukt de Cleco-tang in, duwt hem er doorheen, je laat hem los. De plaatdelen zijn aan elkaar gezet. Dat kan je aan de andere kant dan ook doen. Boren hier ook weer een gat. Van 3 mm. We pakken de volgende pen. We pakken de Cleco-tang, je drukt hem in, je drukt hem doorheen, laat de tang los, ja, hij zit vast. Zo, we hebben nu de Cleco bevestigingspinnen erin gezet. Als dit plaatwerk zou zijn van de auto, dan zou je dit nu netjes kunnen gelassen. En alles blijft gewoon netjes op zijn plek zitten hiermee. Op het moment dat je klaar bent met lassen, dan pak je de tang weer. Je drukt hem in en je trekt hem er eigenlijk zo uit. Dat kan met deze ook. En het zit dan netjes aan elkaar gelast. Precies zoals jij hem vast hebt gezet met de pinnen. Je hebt ook de Cleco bevestigingsklem. Dat is deze. We pakken de tang. We zetten hem hier op. En zo krijg je de klem open. Pak het plaatmateriaal wat je aan elkaar wil houden. En je zet de klem er eigenlijk zo op. We pakken nog een klem. Zet hem in de tang. En we zetten hem op het andere deel.
Zo heet het ook bij elkaar. Het zit vrij strak op elkaar. Kan eigenlijk niet echt een kant op. En zo kan je ook dit dicht gaan lassen, zeg maar. Alleen het nadeel van de klemmen is natuurlijk dat je niet altijd klemmen erop kan zetten op je plaatwerk. Het nadeel van de pinnen is dat je wel altijd een gaatje moet boren. Dat is dan weer het nadeel. Alleen je kan ze wel overal altijd erin zetten. En dat kan natuurlijk met de klemmen niet. Daar moet je natuurlijk echt wel ruimte voor hebben. Zo, je ziet nu beide systemen erop zitten. Dit was dan het uitleg van het Kleco bevestigingssysteem. Dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!